In onze miniserie Rivierenland, het nieuwe Groningen, informeren wij u over de gaswinningsactiviteiten in en rondom onze regio. Wat betekent gaswinning voor de inwoners van onze regio? Hoe zit het met de risico's en gevaren op schade? Aardbevingen, scheuren in huizen en mensen die zich niet meer veilig voelen. Is dat het verhaal van Groningen of komen deze problemen ook op ons bordje? We praten met politici, betrokkenen en experts over gaswinning in onze regio. In het tweede deel van onze miniserie zijn we in Brakel. Door de gaswinning in Poederooi is volgens onderzoek de bodem daar 1 centimeter gedaald. Inwoners ervaren flinke schade. Flinke schade, ja. De schade is met name de laatste jaren ontstaan. Ja, goed, sinds 1,5-2 jaar denk ik zo'n beetje. Ja. De schade is op meerdere plaatsen goed zichtbaar in Brakel. Ja, hier kunnen we het al zien, bij de ingang zeg maar. Zag ik het gelijk al 1,5 centimeter naar beneden, daarachter, daar in de muur. Nou goed, we hebben er al wat dingen voor gezet, dat je het niet zo goed ziet, maar het is overal zichtbaar. Ja. Nou ja, goed, bij de ingang is het ook zeker 1,5 centimeter verzakt. En we hebben zelf een oplossing gezocht om binnen te komen. Ondanks de forse schade heeft men nog geen contact opgenomen met familien of de gemeente. Nee, nog niet. We zijn al druk aan het werken en aan het doen. Maar goed, er moeten we wel even achterheen gaan inderdaad, want zoals je ziet is het wel ernstig. Ja. Ook de gemeente stemde unaniem tegen gaswinning in de gemeente Zaltbommel. Ook het CDA maakte zich grote zorgen. Kijk, we zien op dit moment bij de huidige gaswinning zien we al een bodemdaling. Ja, die gaswinning die wordt echt fors. De plannen zijn om die fors te intensiveren. En dan krijg je te maken met een forse grotere bodemdaling, is in ieder geval de verwachting die wij hebben. Ja, en dan komt de veiligheid van inwoners in het geding. En in een kwetsbaar gebied waar we ook te maken hebben met we staan hier bij de Waal, maar met de grote rivieren, met waterveiligheid, met dijken, maken wij ons daar ernstig zorgen over die bodemdaling. De uitbreidingsplannen zetten de gemeente Zaltbommel op scherp. De gemeente is hier fel op tegen. En daar zijn wij fel op tegen. Ook wethouder Willem Posthouwer van de gemeente Zaltbommel laat er geen misverstand over ontstaan. En zo geldt dat ook natuurlijk voor allerlei gaswinningsinitiatieven om ze uit te breiden. Daar zijn we tegen. Ondanks een unaniem besluit van de gemeente heeft de gemeente Zaltbommel geen stem in de uitbreidingsplannen. Uiteindelijk ligt het bevoegd gezag voor gaswinning ligt in Den Haag. Dus dat ligt bij het ministerie. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat op het moment dat we in Zaltbommel goede argumenten hebben en daarin optrekken met alle omliggende gemeentes. En denk dan aan de gemeente Gorinchem, West-Betuwe, de gemeente Altena, maar ook de provincies Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Dat we daarin gezamenlijk een heel sterk verhaal hebben. En dan vinden we dat we daar echt wel invloed mee uit zouden moeten kunnen oefenen op het ministerie. Het CDA geeft ook aan hun contact in Den Haag in te willen zetten om de uitbreidingsplannen van de baan te krijgen. Op het moment dat Vermilion dit daadwerkelijk door gaat zetten, en dat is nog even de vraag, want transparantie is niet hun sterkste kant, zullen we dat lijntje met Den Haag echt gaan intensiveren. Ook bij het CDA Zaltbommel zijn de eerste schademeldingen inmiddels bekend. Dat hebben in ieder geval bij mij een aantal mensen gedaan, zeg maar. Die hebben aangegeven dat ze scheuren in hun huis hebben. Bij de wethouder zijn deze schademeldingen nog niet gemeld. Nou, dat detail zijn ze bij ons nog niet gemeld, moet ik heel eerlijk zeggen. De wethouder stelt ook dat zij geen partij zijn in het melden van schadegevallen. Bewoners moeten ook in eerste instantie naar Vermilion reageren dan. Hè. En daar betekent het dat die staat aan de lat voor eventuele schade door gaswinning. En wij hebben niet verder signalen dat het grote schadegevallen zijn. De CDA-fractievoorzitter zet ook zijn vraagtekens bij de communicatiewijze van Vermilion. Nou, wat we tot nu toe hebben gezien van Vermilion is dat ze gewoon weinig communiceren. Dus dat ze heel gesloten zijn, heel veel informatie voor zichzelf houden. Alles via de formele paden doorlopen. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Met de vele onrust die er is rondom gaswinning is dat voor ons ook niet te begrijpen. Ondanks de angst rond de bestaande gaswinningsactiviteiten is de uitbreiding het grootste gevaar volgens de politiek. Nou, op dit moment is onze grootste zorg de uitbreiding. En dat heeft te maken met dat, kijk, we hebben nu een gaswinning op relatief kleine schaal. Kijk, daar zitten risico's aan. Die vergunning is in het verleden verleend, zeg maar. En we zullen goed moeten kijken van, hè, zijn die risico's die daarbij zitten, zijn die acceptabel? En is er in ieder geval een goed schadeprotocol? Maar die uitbreiding is dermate groot. Dan heb je het echt over niet een verdubbeling, maar echt een veelvoud van de huidige productie. Ja, dat kunnen we niet verantwoorden. Inmiddels is er een motie breed aangenomen die voor een sterk tegengeluid moet zorgen. Er is toen ook een motie op tafel gekomen van, nou, om het heel expliciet te maken. Daar ook de nodige ruimte voor te creëren in financiële zin. Er zit ook een stukje budget aan, dus om zich goed voor te bereiden op de reactie. En daarin ook samen op te trekken met andere overheden, zodat er gewoon een krachtig geluid komt.
hebben straks beargumenteerd nee kunnen zeggen. Het standpunt van de politiek staat vast, zelfs als uit onderzoeken blijkt dat er geen risico's zijn. En dan kan er allerlei onderzoek komen waarin er gezegd wordt, nou die risico's zijn acceptabel, maar voor ons is gewoon geen enkel risico op dit moment acceptabel. Ook wethouder Posthouwer herkent zich in de angst van gaswinning in de regio. Ja, ik deel zorgen, ja. En vandaar dat we ook zo alert hebben gereageerd. Iedereen nu al te mobiliseren. Als het aan de gemeente Zaltbommel ligt, zit een uitbreiding van de gaswinning in de Bommelerwaard er voorlopig niet in. En zullen zij alles doen om dit ook tegen te houden. Laat ik zo zeggen, we laten geen lijntje onbenut. Of dat nou partijlijnen zijn of andere lijnen. Vandaar is die raad brede steun ook zo van belang. Daar zitten ook nog meer dan andere partijen. We gaan alle registers open trekken om te staan voor onze burgers. De volgende keer ziet u in deze miniserie het standpunt van wethouder Roland van Vught vanuit het CDA Altena en zien we de eerste reactie vanuit Vermilion op de onrust over gaswinning.